Hallo Sterre. Heb je gisteravond op tv gezien? Meid, wat leuk. Ja, ik ben onwijs trots op Sterre wat ze bereikt heeft. Het is natuurlijk fantastisch dat ze mee heeft mogen doen, uiteraard al. Beetje trots? Ja, wat dacht je? Erg, ja. Het is ontzettend leuk. Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan gaat ze winnen natuurlijk. Het is natuurlijk vaders trots en het is een fantastische meid, maar of je het daarmee redt in de keiharde strijd die Holland's Next Topmodel is, is maar de vraag. Ik denk dat ik een opvallend uiterlijk wel heb. Met dikke lippen, dat valt wel op, denk ik. Moedervlekken, dat ook wel opvallender is dan dan een basis meer gezicht. Dus ik denk dat het wel mijn sterke kwaliteit zijn. Ik zou het heel leuk vinden als ik met je op de foto kan. Oké, is goed. Dan moet dat een papje een foto maken. Ja. Nou, je staat erop hoor. Ja, Sterre, heel veel succes. Ja, dankjewel. Allerbeste ja. En we blijven je volgen. Ja, leuk. Nou, dankjewel. Doeg. Hoe is dat, al die plotselinge enorme aandacht? Ja, bizar. Echt, ik heb wel ooit bij Miskans zo gehoord. Dat had ik ook wel een beetje, dat ik dan uit ging schagen en dat er mensen me aankeken. Maar dat is dan toch wel even anders. Echt gewoon heel Nederland eigenlijk, die je opeens herkent. Nog even een generale repetitie op vertrouwd terrein. En als alles goed gaat, zien we Sterre over een paar jaar zo terug.